pasjes niet af. Aha. Ja, dat moet wel, hè. Als jij voelt dat je de pasjes niet afmaakt, wat doe je dan? Harder laten gaan. Ja, klopt. Ja, en hoe ga je harder? Een beetje been geven. Een beetje been, ja. Heel goed. Ja, dus dat probeer je. Probeert lekker ontspannen te zitten. Als jij voelt dat hij zijn pasje niet afmaakt, want dat doet hij nou een beetje. Ja, dan zie je ook aankomen. Ja, als jij denkt dat hij zijn pasje niet afmaakt, dan druk je hem al aan, hè. Dus je probeert hem een pasje voor te zijn. Ja, je probeert gewoon lekker naar voren te galopperen. Een beetje lekker vlot doorgalopperen. Het gaat niet om dat je hard galopeert, maar lekker doorgalopperen. Ja? Ja, goed zo. Goed gedaan. Juist. Geeft niks, ga je rustig stappen. Ja. En kom ook maar eventjes hierheen. Misschien dat even daar nog bemerkingen zijn. Waar waren jullie gebleven? Wij waren gebleven dat hij zijn galopsprongen niet goed afmaakte. Ja. Ja. Oké. Ik zei, wat vind je ervan? En ze zei, hij maakt zijn galopsprongen niet goed af. Toen heb ik gevraagd, hoe doe je eraan? Ze zei, ik ga harder galopperen. Ik zei, hoe doe je dat? Met mijn benen, zei ze. Met mijn benen, nou dat klopt allemaal wel. Hè? Dus in principe klopt die theorie. Ja. Ja? En hij, dat kun je dan ook zien, dan gaat hij een beetje achter een beetje draven. Dan moet je, heb jij het gevoel dat hij eigenlijk niet wil. Ja. En dan, wat je dan een beetje doet om wel te willen, is dan ga je een beetje helpen met je hele lichaam. Ja, om hem vooruit te krijgen. Ja, maar je kunt hem niet vooruit duwen met je lichaam. Ja, dat gaat nou ook niet. Hè? Dus wat je probeert, in mijn ogen, dat je gewoon heel ontspannen blijft zitten. Ja, gewoon lekker ontspannen zitten. En je benen ook lang proberen te houden. En als je dan aanwijzing geeft, proberen je hakken niet omhoog te trekken, die maar een beetje lang houden en dan een hele korte druk en weer gelijk loslaten. Ja. Hey, zullen we nog eens een oefening te doen voor die groep? Ja, doe het maar eens even. Maar dan moet je er even af. Oké. Okay. Ja, maar de kortere beugel, dus zit daar voor je goed. Wat Frank zegt over dat hij eigenlijk niet doorgalopeert, dat komt ook omdat jij met jouw rug niet echt een galop weet. Niet heel erg. Ja, die gaan we je leren. De bal is een beetje klein. Ik moet even een oude bal uit de tuin pakken, want ik had dus mijn auto bij me. Kom maar eens zitten. Ja? Hier staan. Ja, ik ga wel heel snel. Nou, stel dat je pony is. Hoe zit je dan als je galoppeert? Ja, dat zijn mensen natuurlijk. En dan? Hoe beweeg je dan? Dat is mooi. Nee. Probeer maar eens om echt een galopbeweging te maken. Dat je dus de bal als het ware in beweging zet. De bal een beetje voor. Ja, dan mag je op je voeten gaan staan. Je deukt de bal weer een klein beetje uit. Ja, je gaat naar achteren. En weer naar voren. En dan wil ik dat dit stukje van je rug beweegt. Zie je dat? Het is zo zonder te galopperen. Ja, goed zo. En dan weer daar. Ja, en weer hier. Goed zo. Ja, oké. Kijk, hier krijgen we al een beginnetje van een galopbeweging. En nou gaan we er nog een rondje van maken. Dus je neemt de bal mee, je deukt hem uit, recht naar voren. Dus niet het rondje zo, het rondje zo. Je neemt de bal mee naar voren, je deukt hem een beetje uit en je gaat weer naar achter. Zo, wel recht vooruit blijven, anders ga je slinken. Dus je deukt hem in, naar voren, uitdeuken de bal en naar achter. Ja, dan hier. Zal ik eens even naar voren doen? Ja. Het grappig op een kleine balletje. Kijk, als jij galoppeert, doe je zo. Ja? Dan gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Ik wil graag dat je hem dus meeneemt, een beetje uitdeuken. En dat je dus met dat lage stukje van je rug een galopbeweging maakt. Ja? Dus een soort cirkel. Zo, zie je? Ja, nu zie ik hem aan. Oh ja. Zie je? En dan kan je pony ook zijn rug gebruiken om te galopperen. Als je stil zit, dan wordt je pony ook heel stil. Ja. Ja, goed zo. Ja. Ja, zonder dat je te ver achterover gaat. Juist. Ja. Meenemen en dan iets meer op de bal uitdeuken. Dat je een beetje meer rond. Ja, uitdeuken. Goed zo. De berg, val je eraf? Ja. 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 Zonder dat je zo gaat. Nee, je hoeft alleen maar recht vooruit.
Juist. En die houdt even de bal stil. Even, ik hou het wel even vast. En doe het gewoon zonder dat je helemaal galoppeert. Gewoon een keer zo. Ja, ja. Ja, dit blijft stil. Alleen je bek. Kijk, dit is dat wat je in je lichaam hebt. Ja. Dit is je hand hier zo. Ja, hoe doe je dat? Dit zijn de benen. Je zit denken los. Ja, en doe nou zo. Ja, goed zo. Kijk, nou ben je al bijna aan het galopperen. Voel je dat? Ja. Ja, goed zo. En nou ga je het rondje maken. Met je bek. Ja. Nog iets meer. Ja, dan mag je nu je voeten een beetje gebruiken. Als je op je echte pony zit, dan hoeft dat niet. Dus bal naar voren. Iets meer op je voeten steunen. En ja, en de bal naar achter. Ja, en weer de bal indeuken. Naar voren, op je voeten steunen. Een beetje omhoog. Ja, goed zo. Kijk, nou hebben we. Ja, kijk uit dat je niet te ver achterover gaat. Probeer dat eens op je pony. Dat is ook erop zit. Ja, dat is ook moeilijk als je het niet gewend bent, maar dat geeft niet. Wat we hier even inderdaad kunnen doen, is probeer nog maar weer eens een keer je bekken te kantelen. Dus zo en zo. Ja, jij kantelt hem schuin. Probeer hem zo, je rug bol en bol. En dan blijft dit stil. Je moet eigenlijk doen alsof dit gedeelte losgekoppeld is van dit gedeelte. Ja, dit blijft stil. Ja, daar houd je aan toe. Ja, goed zo. Goed, ja, heel goed. Nou, beweeg. Ja. En dat is bij jou te stil. Gek hè, want we hebben altijd allemaal geleerd dat we stil moeten zitten op ons paard. Ja. Maar die onderkant, die mag bewegen. En nu gaat je hoofd nog zo. Ja, kun je dit bewegen en je hoofd stil houden? Dus dan moet je hier de beweging. Je hoofd blijft stil. Je hoofd blijft stil. Ja. Ja, nog stiller in je hoofd, nog meer beweging. Hoe beter dit beweegt, hoe stiller je hoofd kan gaan. Ja. En weet je wat je dan krijgt? Goed zo, daar, dat is hem. Heel goed, dit is hem, kijk, nou wordt je hoofd stil. Weet je wat je dan krijgt? Dan zeggen mensen, oh die zit zo mooi stil op haar paard. En jij weet dat je eigenlijk niet stil zit, maar omdat je hoofd stil is en dit goed meebeweegt, lijkt het net of je heel stil zit. En jij weet dat het eigenlijk niet waar is. Ja, als ruiter kun je eigenlijk niet stilzitten door stil te zitten. Je moet de beweging opvangen. Ja? Nou, zometeen als je gaat galopperen, zal je even moeten zoeken naar het goede ritme waarin dat je mee moet bewegen. Ja? Dus dat kan even duren voordat je denkt, oh, zo is het. Maar zullen we het gewoon eens even kijken? Of we het eerst in stap, denk ik. Ja. In stap kun je het inderdaad ook al oefenen, want dan heb je ook die beweging van zijn rug. Ja, dus dat is heel goed om het in stappen al een beetje te oefenen. En je hoeft uiteindelijk, hè, je moet zorgen dat je dus niet, je hoeft niet heel hard te duwen om de beweging te maken. Alleen je moet zorgen dat jouw pony jouw rug in beweging kan zetten. Ja, jouw pony maakt de beweging en jij zorgt dat je dat niet strak houdt. Ja, dus voor de gewone stap is dit al te veel. Ja, maar voor de galop zou het goed. Ja, wat je nu doet, dat is goed. Nou doet jouw pony, zet nu jouw rug in beweging. Voel je dat? Ja. Goed zo. Ja, super. Ja, laten we maar doorstappen en dan zal je voelen dat jouw rug nog meer moet bewegen als hij meer door moet stappen. Oké, Tessa, alles weer maar aan. Goed zo, goed zo. Ja, daar had je een heel mooi stukje in de ritme. Voel je dat? Ja. Ja, goed zo. Ja, oefen maar even door. Ja, laat hem lekker door. Goed zo, laat hem lekker doorgalopperen. Maar ik word de teugels even een beetje langer. Ja, dat je hem niet stoort in de beweging met je teugel. Goed zo, laat maar langer. Ja, goed zo. Ja, daar ben je het ritme een beetje kwijt en dan kom je uit je zadel. Voel je dat? Ja. Kom. Ja, goeie. Nog een keer.
Ja, alsof je hem in de galop wilt duwen zelf. Niet met je hele lijf, maar alleen met, ja, goed zo, maar alleen met je bekken, zodat je hoofd stil blijft. Dan heb je een beetje helpen, dan kan jij op je zit oefenen. Goed zo, mooi stukje. Ja, en als je dus je contact met je zadel verliest, als je weer omhoog bent, dan beweeg je te weinig. Dan mag je meer van achter naar voren bewegen. Van achter naar voren, net als op de bal. Ja, goed zo. Net als op de bal. Goed, nog meer. Nog meer. Ja, goed. Nog één keer een klein stukje. En dan doen we even pauze en dan daarna nog een keer. Van achter naar voren. Goed zo, mooi stukje. Je bent overal aan als je dat. Ja, mooi stukje. Juist. En even stappen, Tessa. Even lekker een rondje pauze. En doen we dadelijk nog één keer, goed? Ja. Dat is al beter, hè? Ja. En weet je, nu moeten we het ook allemaal een beetje sneller doen dan anders. Maar wat je zelf kan doen, is als je nou zo'n bal hebt, dat je dat iedere dag eventjes oefent. Want de bal is kapot. Oh, nou moet je even een andere kopen. Het kan ook zonder bal, gewoon op de grond, hè, als je gewoon staat. Kan het ook. Maar het fijnste is op een bal. Ja. En dat je dus op de grond of op de bal die beweging heel goed voor elkaar hebt. Want jouw rug is dat niet zo gewend om die beweging te maken. Hè, dus daar doe je wel weer heel goed trouwens. Ja, dus daar moet je nog echt bij nadenken. En als je dan ook nog een pony voorwaarts moet houden, is het allemaal ook iets lastiger. Als je goed op die naast de pony, ja, dan zal je merken dat je op een gegeven moment op die pony heel makkelijk kan gaan zitten. Ja, en je moet dus je hoofd moet stil blijven. Hier met je bekken. Ja. Bolt, steek je over zeggen. Oh, camera uit. Ja hoor, camera is er nog. Ja. Met je kont maak je wel die duwende beweging naar voren. Wat ik altijd, om dat voor elkaar te krijgen, zeg, hè? Want dat klopt precies, denk ik, ja? Wat je daarvan hoort. Dus je moet dat goed oefenen zo. Maar een beetje het punt is, hij zou eigenlijk een beetje vlotter mogen lopen. Ja. Dat heeft te maken met het zitten, ja? Heeft ook te maken met luisteren naar het been. Heeft ook te maken met, als je niet naar het been luistert, dat je rustig een keer een tikje mag geven. Dat je een beetje loopt, hoe makkelijker dat je gaat zitten, hoe makkelijker dat je gaat lopen, hoe beter dat je gaat luisteren. En bij het stappen bijvoorbeeld, om de activiteit erin te houden, ja, om hem lekker vlot te houden, dan zeg ik altijd, je moet eigenlijk niks doen. Niks? Niks. Echt? Ja, wat je nu doet. Dan doe je niks. Ofwel, doe je nou iets? Nee. Nee, je blijft ook lopen. Maar stopt hij wel een keertje en dan zeg ik, kwam het maar een keer aan. Met been. En dan kijk, en als je dan met je been drijft, ja, dan zie ik je been bewegen, dat is goed. Maar ik zie ook andere bewegingen. Voel je dat zelf? Dat voel je niet. Kijk, en dat is de kunst, dat je dat leert voelen. Nou, even hand houden. Kijk, als jij hier je been even beweegt. Aandruk, loslaat, hè, dus drijven, want drijven is niet knijpen, hè. Ja, en dat is nou, en dat noemen we dan onder, wat ik zelf altijd zeg, misschien is het niet goed, maar dat zeg ik wel altijd, hè. Volgens mij werkt het een beetje, als je drijft, dan moet je eigenlijk alleen maar dat onder de knie voelen, en hier moet je niks doen. Wel proberen de bewegingen te volgen, wat je net gehoord hebt, maar je probeert gewoon lekker ontspannen te blijven zitten, en dat je door de ontspanning in je zit kunt voelen waar die langzamer gaat. En waar die langzamer gaat, moet je activeren. En als je daar niet naar luistert, doe je het nog een keertje. Maar dan is de kunst, ja, dan moet je dan proberen, dat je hier kunt activeren. En als je hier gaat bewegen, dat je hier ergens niet mee beweegt. Doe het dus even overdreven flink met je benen, twee benen, heel flink. Kijk, zie je nou je bovenlichaam? Oh. Ja, nog een keer, maar nou de achterkant. En nou doe je een keer, probeer je hier te ontspannen. Gewoon niks doen. Dat is beter. Dat is ook beter. Nee, het gaat mij om dat jij hier nou kunt bewegen en dat jij daar rustig blijft zitten. Ja. Ja? Dan concentreert, dan voelt hij alleen maar hier, daar zal hij op vooruit gaan. En als je hier niet te veel dit doet, ja, dan wordt hij niet gestoord om vooruit te gaan. Ja, en hoe mooier dat je dat in het ritme met de beweging met de hand kunt volgen en met je zit ook kunt volgen. Ja? En dus hoe minder dat jij doet, en daarom zeg ik, probeer maar niks te doen.
Maar als jij niks doet, dan stop je een keer. En dan, als jij denkt, doordat je ontspannen zit, dat je gaat stoppen, hoe eerder dat je dat aandrukt, ja, hoe sneller dat je weet, hé, ik maak meer slaap van. Ja, dan trek je je been een beetje omhoog. Nee. Ja, dat is de kunst dus. Dat kan. Nee, maar ja, dat moet je juist leren. Ja, daar ben je voor hier. Ja, dus je probeert denk maar heel eventjes aan te raken en gelijk weer los te gaan. Dan doe je zo goed mogelijk en dan probeer je hier zo min mogelijk mee te bewegen. Dat, kijk, dat heet dan ook onafhankelijke zit. Ja, dan ging je weer met je zitten omhoog. Voel je dat? Ja. Ja, ja, en doordat jij dat doet, mag je eigenlijk niet vooruit. Want dat stoort de beweging. Begrijp je? Dus als jij nou niks doet en je geeft alleen maar been, dan kan die makkelijk. Als jij iemand op je rug hebt zitten, ja, en die zit heel ontspannen stil, dan ben je er al niet blij mee. Hè? Want dat is makkelijker als je niemand op je rug hebt zitten. Hè? Ja? Maar gaat degene die nou op jouw rug zit dit doen, wat zeg je dan tegen diegene? Hij zit dus een beetje stil. Ja. En dat stilzitten moet je niet zien in strak zitten. Het is gewoon een kwestie van eigenlijk niks doen. Ja. Niks doen hier en daar toch actief zijn. Ik vertel alleen zoals ik het uitleg. Altijd. Ja. Nou, dat is mijn uitleg. Ga je dat ook maar eens proberen. Ja? Ja. Ja, dat is heel moeilijk. Ja, doe maar niks. Doe maar niks en als hij stopt, dan drijf je hem aan. En als je daar niet op luistert, dan doe je het nog een keer. En anders geef je hem maar een keer een tikje. Dat ja? Ook nog een beetje, hè? Dat zij net als beeg is, maar dat er bij de pony niks gebeurt. Nee, dat gebeurt niet. Dus daarom... Dus ga je... Ja, dan ga je dus nog meer bewegen. Ja, dat ben je. Voel je dat? Raar. Dus, ja. En dan probeer maar gewoon zo stil mogelijk los te zitten. Dus eigenlijk niks doen. Alleen maar laten stappen, hè? Nog geen draf. Gewoon lekker laten stappen. Ja, ontspannen zitten. Helemaal niet, nee, dan ga je weer duwen. Ja, nou is zo, stil zitten, maar je onderbeen gebruiken als je stilvalt. Ja, gewoon lekker ontspannen, stil zitten, bedoel ik eigenlijk mee niks doen. Dat je jezelf lekker loslaat, dat is beter. Gewoon loslaten, niet sjouwen. Nee. Dan ga je dansen, voel je dat? Nee, is wel leuk hoor. Beetje muziek erbij. Van voor naar achter in plaats van ja. Ja. Bij Tessa heb ik, waar ik eigenlijk aan zou willen werken, is het lichtrijden. Ze maakt de rug een beetje strak en dan wordt de beweging in het lichtrijden groter dan nodig is. Dat doe ik vaak met een oefeningetje op de grond. En in de galop zie je dat ze eigenlijk als het ware te stil zit. Daarmee bedoel ik dat de onderrug gewoon stil blijft in plaats van de beweging van de galop maakt. Aan de hand van de bal leer ik dan mensen hoe die beweging zou moeten zijn. En als ze het op de bal of eventueel op de grond gevoeld hebben, dan doen we het in de echte galop. Om het goede ritme te vinden waarin dat ze die beweging moeten volgen. En dan zie je dus dat paarden of ponies beter gaan galopperen, een mooiere galopsprong krijgen, fijner in de aanleuning worden. Ja, we gaan het zien. Hey Tessa, super hè, veel beter. Goed zo. Kijk, hè? Het begint lekker te zakken. En hij zakt niet omdat jij het vraagt, hij zakt omdat je beter zit. Hè? Dat krijg je er dan bij cadeau. Ja. Niet te laag met je handen. Mij lukt het nu beter om te rijden. Ik ga jullie nu laten zien waarvan ik voor reed en waarvan ik nu rijd. Nou, ik ga even een stukje galopperen. Kunnen jullie mee rijden? Moet je even voor en na roepen, ja? Ik weet niet waar de vervolg is. Leuk om gewoon eens een keertje zo'n lesje. Nog een keer regelen.